Er wordt wel eens gezegd dat in een crisis het slechtste in mensen naar boven komt. Dat we egoïstisch worden, dat je alleen nog maar voor je eigen belang opkomt. Maar ik belde deze middag met huisartsen, met mensen die werken bij de GGD. En eigenlijk op zo'n moment van nationale crisis ben ik ontzettend trots op het land waarin wij wonen. Als een verpleegkundige van de GGD me vertelt dat ze eigenlijk te weinig middelen hebben om zichzelf goed te beschermen. Dat er nu een discussie gaande is op sommige plekken in het land op beschermingsmaatregelen. Dus of je een pak wat je aan hebt, of mondkapje of handschoenen, of je dat misschien 2 keer zou kunnen gebruiken. Omdat het gewoon opraakt. En je zou kunnen zeggen, dat is een bedreigende situatie voor jezelf. Dus je rent heel hard weg van de ellende, maar deze mensen gaan door. Mensen zeggen hun vakanties af. Mensen geven hun verlof op. Mensen werken in de weekenden door. Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe een sector die het toch al zo zwaar heeft, op dit moment Nederland draaiende houdt. En vanaf deze plaats wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle mensen die in de zorg werken. Dat deed ik vandaag ook op Instagram. En ik kreeg een berichtje van iemand terug die zei, het is leuk dat je het hebt over de artsen en over de verpleegkundigen. Maar denk eens na over al die schoonmakers in de ziekenhuizen. En gelijk hebben ze. Het gaat om al die mensen die nu doorwerken. Die ervoor zorgen dat wij ons werk kunnen doen. En het geldt ook voor alle mensen die hier in de Tweede Kamer werken. Die niet zonder risico ervoor zorgen dat het parlementaire proces door kan gaan. Een crisis kan het beste in ons naar boven halen. En het moet ook het beste van ons hier in het parlement naar boven halen. Het beste in het kabinet. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop het kabinet probeert om deze enorme crisis het hoofd te bieden. Ik ga met alle vragen die ik nu stel niet pretenderen dat ik het beter zou weten. En ik denk dat niemand van ons moet zeggen dat je het beter zou willen weten. Ik ga ook reflecteren op stappen die het kabinet heeft gezet en ik weet dat ik dat doe met de kennis van nu. Daarmee zeg ik niet dat het daardoor dat ik een andere keuze wellicht zou hebben gemaakt, maar toch moeten we erop terugkijken. En wat mij opvalt is, en ik denk dat daar ook veel onzekerheid in de samenleving vandaan komt, dat we het gevoel hebben dat besluiten te laat komen. Dat je net achter de feiten aanloopt, dat je net te laat handelt waar mensen het gevoel hebben, zou je niet eerder stappen moeten zetten. Wat mij verbaast is in een persconferentie vandaag, dat er toch nog even wordt verwezen, dit zijn de maatregelen die het kabinet afkondigt, maar Brabant komt ook nog met een aantal maatregelen, over een paar uur of over een paar dagen. Het is niet voor het eerst dat we met een crisis als deze te maken hebben, wel in Nederland, maar niet wereldwijd. En het was in 2007 dat de Wereldgezondheidsorganisatie hier ook nieuwe richtlijnen voor opstelde. En in 2007 hebben we daar ook een nieuwe wet op aangenomen, de wet publieke gezondheid. En wat mij opvalt in de hele aanpak van deze crisis is dat er nog steeds heel veel ruimte en verantwoordelijkheid ligt ook bij het lokale gezag. Terwijl deze wet nou juist stelt bij de grootste crisissen, bij de grootste uitbraken van infectieziekten, moet de minister alle initiatief naar zich toe trekken en moet hij de besluiten nemen. Omdat in zo'n situatie snelheid het allerbelangrijkste is. Zo'n epidemie, zo'n pandemie grijpt zo snel om zich heen dat iedere minuut telt. En dat waar Nederland goed in is, overleggen en polderen, dat daar dit niet helemaal het juiste moment voor is. En ik zou de minister dan ook willen zeggen, neem besluiten. Je kan bijna niet overreageren. En ik heb liever dat de minister te veel doet dan te weinig en te laat. En artikel 7 van deze wet stelt heel duidelijk dat de minister dit naar zich toe kan trekken en ook opdrachten kan geven aan het lokale gezag. En ik zou graag willen weten van de minister waarom hij van deze ruimte in de wet eigenlijk geen gebruik maakt. Voorzitter, er is een brief geschreven door het kabinet over de economische situatie. En dat gaat heel erg over de macro-economische positie van Nederland. En de minister van Financiën heeft terecht aangegeven, onze zakken zijn diep en we zullen ze helemaal legen. Wij zullen alles doen om ervoor te zorgen dat we deze crisis te boven komen. Maar dat gaat over de macro-economische situatie. Deze crisis is in economisch opzicht ook buitengewoon ingewikkeld. Het is niet zo dat we even met extra overheidsinvesteringen ervoor kunnen zorgen dat de consumptie weer op gang komt. Want het hele punt is dat mensen op dit moment niet kunnen consumeren. Dus het instrumentarium wat we hebben is beperkt. En ik heb één hele grote zorg.
En dat is dat door de sluiting nu van musea, het afzeggen van theatertouren in de horeca, waar veel mensen in de uitzendsector werken of met nulurencontracten en die worden naar huis gestuurd. Dit zijn niet de rijkste mensen van onze samenleving. Deze mensen hebben geen buffers. Deze mensen staan er nu alleen voor. En die hebben geen inkomen. Hoe zorgen wij ervoor dat we deze mensen helpen?